Verkoop je een onroerend goed of verhuur je langdurig, dan moet je geïnteresseerden vooraf informeren wanneer het perceel of gebouw gevoelig is voor overstromingen. Op waterinfo.be/informatieplicht kan je zelf nakijken of die informatieplicht op jouw gebouw of grond van toepassing is. Deze verplichting geldt trouwens ook bij de overdracht van onroerend goed. Via het zoekveld bovenaan kan je aan de hand van een postcode of een adres makkelijk inzoomen op de kaart. Links heb je ook de mogelijkheid om op de kadastrale gegevens te zoeken. Klik op Selecteer op kaart om in te zoomen op het perceel. Door te klikken op een perceel verschijnt een pop-up met de gegevens ervan, de perceelscore en gebouwscore en de waterbeheerder. De scores geven de kans op overstromingen voor het perceel en het gebouw weer. Bij een score A is er geen overstroming gemodelleerd. Een score B geeft een kleine overstromingskans aan van 0,1 tot 1% door de klimaatverandering. Score C geeft een kleine overstromingskans aan van 0,1 tot 1% in het huidige klimaat. En score D een middelgrote overstromingskans van meer dan 1% in het huidige klimaat. Via de link Download Watertoets kan je een rapport downloaden met alle informatie over de overstromingsgevoeligheid van het onroerend goed, als ook hoe je die moet weergeven bij de publicatie en in de akte. Op het eerste blad vind je een samenvatting van alle informatie, zoals de perceelsinformatie met P- en G-scores, als ook of het perceel in een signaalgebied of afgebakende oeverzone of overstromingsgebied ligt. Daaronder vind je de symbolen die je moet gebruiken bij de publicatie en de overstromingsscores per gebouw indien er meerdere gebouwen zijn. Op de volgende pagina's staan de kaarten met de verschillende overstromingsbronnen. Zo kan je te weten komen door welke overstromingsbron het perceel of gebouw kan overstromen. Voor elk gebouw op het perceel vind je in het rapport ook meer details over de overstromingskansen. Deze PNG-scores worden ook automatisch aangevuld in je woningpas. Klopt een score niet doordat je bijvoorbeeld overstromingsveilig gebouwd hebt, dan kan je een deskundige overstromingsattest aanstellen. Die zal onderzoeken of de scores kunnen aangepast worden. Meer informatie vind je op onze website integraalwaterbeleid.be/informatieplicht.